Van Prins Toon, de eerste hotel, de Kroon, op het 12e slagerbal van het Bombakkes. Het is een avond met een hele hoop nieuwe dingen. Zoals de nieuwe accommodatie, zoals je ziet. Je ziet hier ook het nieuwe podium. Het lijkt wat meer iets op een HD-TV, zo groot is het hier geworden. Ook de vloer, voor de deelnemers zullen het straks zien, is een gezegende vloer. Is een gezegende vloer. Uit de sporthal die onder water gestaan heeft, dus die is echt heel goed ingezegd. We beginnen het slagerbal dit jaar met degene die vorig jaar, zoals een Duitser zei, fietsenmeister waren. Die vorig jaar dus tweede waren. Dat zien Matt, Ursula en William. En ze zingen een liedje over een stukje Genups plezier. Kom met Gott schanzen, nog een kanaal, kom mee.
Ze hadden eigenlijk 6 coupletten, daarom hebben ze er 5 van gemaakt. Maar ik wil toch een heel hard applaus voor Muyen Ziek, want ergens muziek maken, ergens zingen en dan ook nog toneelspelen erbij, dan vind ik wel een heel hard applaus weer. Ja, net de slagergeveld weer even rust gehad. Wie jullie vanavond ook zult missen op dit podium, wat natuurlijk heel jammer is, maar van de ene kant weer niet, want we hebben heel veel deelnemers die altijd met willen doen. We zien vorig jaar begonnen met maximaal 15 deelnemers. Dit jaar hebben er 16 zich aangemeld en uitgelot zien die van de golden. Ze zien wel in de zaal, want ze willen het toch niet missen. Echt een applaus voor degene die dus uitgelot zien die van de golden. De volgende club die opkomt, dat is de Picardy Club. En die hebben een liedje en dat heet Muziek is de jus van het leven. En we zien dit vanavond. Dit is echt waar, dus ik zou willen vragen of de Picardy Club naar voren wil komen en dan kunnen ze hun liedje laten horen. Ze spelen rukten hebben maar geen mensen door naar kie.
ja, fantastisch mooi uitgedost. Ieder jaar weer fantastisch mooi liedje en fantastisch uitgedost ook altijd. Alleen één ding stuit me een beetje tegen de borst. En dat komt natuurlijk om dat ik zelf al een aantal jaren op een trom probeer te musiceren. En dat zal de drummermaten wel met mijn eind zien. Zo hard sluit dat het vuil kapot moet. Zo gauw gaat dat vuil niet kapot, maar toch. In ieder geval alle muziek wat er in Gennep is, is de revue gepasseerd. En een heel hard applaus voor de PKD Club. De Slagerkapel kreeg weer even rust en daarna 11 keer niet meer. We gaan nu horen of luisteren naar Joekskapel of Blaaskapel Zoetjes en onder leiding van herkapelmeister Theo Rutten. En ik zou willen vragen of Zoetjes en deze kant op wil komen. Dan kunnen ze beginnen met een liedje Lappen, Lappen, wat ze vanavond wel dukker zullen doen, denk ik. Lappen, 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 daar zit haast niks meer in de wacht. Ja, lappen, 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 als je nog niet naar huis toe gaat. Als je even veel betaalt dan zwijgt, dan een reden bij. Ja, lappen, 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 want er niks kan toch niet. La, 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 la. Als wij met ons zeil gaan stappen, dan doen wij altijd lappen. Het ligt als echt is en ik uit, als je ouwe duit die met seksje doet. Ja, lappen, 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 daar zit haast niks in de pot. Ja, lappen, 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 als je nog niet naar huis toe gaat. Als je even veel betaalt dan zweet, dan hoor ik je erbij. Ja, lappen, 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 wat er niks kan.
Ja. Dit is de club van onze prins Toon den Eerste. Ik heb begrepen van een adjudant dat hij de schuurtromboon ergens verstopt heeft, zodat je hem niet kan vinden. Ik ben vanmiddag in de kelder geweest hier en daar zijn zat plaatsjes waar je wat kunt verstoppen. En de tekst, natuurlijk de trouwe toehoorders die al dukker op het slagenbal zijn geweest, kunnen natuurlijk heel goed horen dat die geschreven is door een van de grootste tekstschrijvers uit Gennep, vind ik. En dan vinden er wat meer, denk ik, Piet Lucassen. En het geheel staat onder leiding van herkapelmeester Theo Rutten. En als Baren de Weersix naar voren gaat en dan de rest, dan kan Beppie even een foto maken. Ik vertelde Olly straks al over het mooie ruime podium wat we gekregen hebben. Die verbouwing hebben we met een aantal mensen gedaan. Dit alles onder bezielende leiding van natuurlijk de directeur hier, Prins Toon. Er zien wat kamers verzakt, onder andere kamer 34. Dus mocht iemand vanavond hier blijven slapen, onthoud dat nummer. Maar ik kan in ieder geval de artiesten geruststellen. En de constructeur is erbij geweest, de balk heeft iets nagelaten, maar hij kan het handig houden. Zo, je hoeft niet bang te zien dat er vanavond hier van alles naar beneden komt. De volgende speciale aandacht voor de titelverdediger, de winnaars van vorig jaar, de Loodstraat. Die hebben dit jaar een ode aan een hele bekende persoonlijkheid in Gennep. De meeste mensen kennen hem, ik ken hem zelfs, dus ik denk dat de meeste mensen hem wel kennen en dat is de Sewiet, de Loodstraat. Oh.
deur bij Savit naar binnen gegaan. Als je het zo ziet, dan lijkt net of het weer open is. Ik weet nog goed, vroeger naar de hoogmis, is dat vroeger voor mij nog niet zo lang geleden, maar naar de hoogmis kreeg ik een kwartje met om in te offeren en een dubbeltje voor Savit. En dan weet ik jullie wel wat er altijd gebeurde. Ik vind een schitterend decor, een mooi liedje. Met een heel hard applaus voor de winnaars van vorig jaar. Dit jaar aan het titelverdediger, de Loodstraat. Het slagerbal dit jaar voor de 12e keer is ooit ontstaan door een initiatief van op dit moment twee officieren van Bombakkers. Dat is Jacob van Tankeren en natuurlijk Hans Schielissen. Hans let zich verontschuldigen. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om vanavond hier te zien, want hij had er toch meer moeite met om niet meer hier te zien als dat iedereen wel denkt. Zo hadden wij eigenlijk gedacht om ergens met de zaal allemaal te zwaaien naar de camera's, zodat we Hans een bandje, een videoband kunnen sturen, zodat hij toch ergens bij ons is en dat hij kan zien dat we zeker aan hem denken. Want hij had toch 11 jaar dat slagerbal fantastisch gepresenteerd. Het volgende groepje wat nou komt, dat is zien de roze knopjes uit de kikkerkuil met een toepasselijk liedje en een lange sloekderm, wat zal blieken wat heel handig is tijdens deze dag. Dames en heren, de roze knopjes uit de kikkerkuil. Zo ben je kleuren, en met de zaken groot genoeg.
alleen dat ze vanavond dat glas bier wat ze drinken in hun eigen sloekderm schudden, want anders dan staan we allemaal straks met de vuurt in het water. Mensen, nog een keer een heel hard applaus voor een heel trouw gezelschap wat ook al jaren mee doet hier op het Slagerbal. De roze knupjes uit de Kikkerkul. Volgende club aankondigen, dan zien die ondertussen wel terug. De volgende club, Club Carnavalesk, vorig jaar uitgelot, maar op het laatste moment toch met me gedoen. Zien er dit jaar ook weer bij. En ze hebben een liedje dat gaat over kriebels in mijn buik. Club Carnavalesk. Stond om hier naar binnen te komen, had ik ook de kriebels in mijn buik. Dat was ook, natuurlijk had dat iets met de carnaval te maken. En ik begreep net van Bertus, hij zei van, ik kan er zo wel tussen gaan staan. Ik hoef een stuk plastic er niet voor. Mag ik nog een heel hard applaus voor het kleurrijke stijl met de mooie buken, Club Carnavalesk. Ja. En dan was ik nog iets nijs vergeten. Dat is namelijk het geluid van vanavond. Het geluid van vanavond werd verzorgd door Vissound. Met achter de knoppen Ton. En voor het showwerk had hij Hanny ingehuurd. Applaus voor deze twee mensen. Dan zien we alweer toe aan het laatste.
laatste nummer, verder pauze. En dat zien mensen die altijd op tijd komen. En dat is de brandweer. En de brandweer heeft een nummer, dat heet de brandweer. Dus toepasselijker kan ik niet. Dus mensen, applaus voor de brandweer. Teddy Bessen,
en het Genps Bokaal Ensemble. Niet te verwarren met het vocaal, maar het bokaal. Vorig jaar derde geworden met het liedje Een Ode aan Tante Dien, iedereen nog wel bekend. En ik wil jullie aandacht vragen voor Teddy en het Genps Bokaal Ensemble. Waar zien de mooiste beurt uit het Genps Rode Boek? Waar zingen wij met vaste lavend in de kroeg? Thank you.
hebben jullie net gezien hoe goed Jacob luistert naar Teddy. Ik weet niet of Truus dat gezien heeft. Hij ging goed aan de kant staan. Ik vind het een heel mooi liedje. Het woordenboek erbij natuurlijk, waar Hans Gielissen heel veel werk aan verricht heeft. En dat café, als ik dan door Gennep loop, dan denk ik bij mijn eigen, het staat niet in het woordenboek, maar in Gennep moeten ze ook zoeken, volgens mij. Ik wil nog een keer een heel hard applaus voor Teddy en het Bokaal Ensemble. Gezelschap wat er komt, dat zien de ex-hoogheden, de ex-hooghedenclub, die een liedje gaan brengen van Piet Lucassen. En toepasselijker kan het niet voor deze mensen. En ik spreek u de ervaring. Proost, proost, proost. De ex-hooghedenclub. Als regels zagen over zakken en de bieten, als we van leven kunnen genieten, moeten we ons niet laten schieten. Als we dan durven over zakken en de bieten, ja, proost, 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 we wachten er nog even. Proost, 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 we laten ons niet kennen. Proost.
ik dit doe, weten jullie wel wie dat er komt. Frits Baarste, oftewel Vals Plat, met O Gennips Troelige. We gaan hier speciale aandacht voor een trekzaksectie die hierbij zit. Moeilijk woord, ik hoor er straks van, ik kan het tenminste begrijpen, bij een andere vorst was het een beetje moeilijk, maar ik zal het ook een beetje moeilijker maken. Wil ik al die aandacht voor Vals Plat. O Gennips Troelige met o mooi muntje rond. Ik weet niet of jullie
dat ook allemaal goed gezien heb. Ik wel, ik heb er van een achterkant tegenaan kunnen kijken. Er staat in het muntje rond, maar ook het keuntje is rond. Dit zien Frits met zijn vrolly en Lei met zijn vrolly. Een heel hard applaus voor dit gezelschap. Tienmaal werd toegekomen aan het 12e liedje van dit slagerbal. En dat is het Gennep's Vocaal Ensemble. Ook al jaren deelnemer aan dit slagerbal. En ze hebben een liedje, God er maar eens rustig voor zitten. Want zo gauw ze beginnen, kunnen niet meer blijven zitten. Het heet het Handje op den Toren. Het Gennep's Vocaal Ensemble. Maar één persoon wil ik eruit halen. En dat is Wim van den Dungen, die al jaren zorgt dat zij er fantastisch mooi uitzien. Alle attributen die worden verzorgd door Wim van den Dungen. En nog een keer een applaus voor het Gennep's Vocaal Ensemble.
Zo, dan heb ik de rug weer vrij. De volgende, nummer 13. Geen ongeluksgetal, hoop ik. Dat is de Bolderkar, die dit jaar voor de derde keer meedoen. Natuurlijk onder leiding van ex-prins Nol, een heel belangrijke driefeer in die club. Ieder jaar ook paraat tijdens zijn optocht. En de Bolderkar gaat dit jaar voor jullie brengen de Toon Toom Tango. Al die aandacht voor de Bolderkar. Van de naalden dan, staat hoog in de herten golden horn.
vliegend vaandel en slaan de drom eronder, kunnen een gigantisch mooie tango naar vuur brengen. Twee hoornen die met elkaar dansen. Schitterend. Eerst aan kiep. Ja, een kiep en een hoorn dan. Maar ik wil nog heel even een heel hard applaus. Je ziet wel, ook door Duns en Anmas. De jeugd is er ook bij. Heel belangrijk voor de carnaval natuurlijk. Dat de carnaval ook bij de jeugd gaat leven, want dat motto blijven bestaan. Een heel hard applaus voor de Bolka. Ja, voordat we verder gaan met het ene laatste optreden, wil ik nog één persoon bedanken. En dat is Ben Vos. Hij zorgt dat hier op het toneel alles goed verloopt. Onze toneelmeester. En verzorgt ook altijd de coulissen. En dat doet hij onder regie van Martin Marinissen. Hij heeft niet gern dat ik dat naam noem. Maar ik vind toch dat dat moet. En ik wil een heel hard applaus hebben voor Ben en Martin. Het volgende gezelschap staat mij na aan het hart. Ooit een keer begonnen toen ik prins was, zien ze begonnen met zingen hier op de bühne. Vorig jaar jammer genoeg uitgelot, maar natuurlijk dit jaar weer erbij. De Aldegaarden met Wies aan de grond.
Ik vind zelf eigenlijk dat ze nou maar eens uit moeten scheiden met afbreken. We hebben hier al gebroken. Ze hebben de helm opgezet omdat ze toch bang waren dat dat ding naar beneden komt. Hij had het tot nu toe goed gehouden. Dus je kunt een helm gerust teruggeven aan degene waar ze vandaan komen. Ik kan er eigenlijk niet zoveel van zeggen van die club, want er gaat me te na aan het hart. Maar ik wil een heel hard applaus voor de Allegaarden. Dat het lot het zo beslist heeft. We kregen weer een club die vorig jaar uitgelot is. En dat zien de Maas en Niersengers met Huishalden. Tot slot mag ik jullie aandacht voor de Maas en Niersengers. Ik zet mijn afwas op de aanhang, de vuile wasker in de ban. Ik heb geen tijd een huis te halen, de hut die geeft drie dagen op slot. De mooiste dag van het jaar beleven, dan voor vakantie nou ben ik. Ik wil er niet gebouwd met leven, daar op van maar, daar hit de moog. Daar op van maar, daar hit de moog. Op zondag trek ik met de
daar dat het huis op slot gaat. Maar volgens mij is het vanavond ook op slot. En na heel veel oefenen is hij al veel drukker op slot geweest. En ik vind zelf, er hadden nog een paar coupletten bijgemotten. Maar ook deze avond heurt bij de carnaval en mede dankzij de Maas en Nierzangers. En daar wil ik een heel hard applaus voor, die er weer heel kleurig op staat. Ik wil nog heel even een heel hard applaus voor de 15 juryleden en de voorzitter ervan, André. Want ze hebben toch een hele moeilijke taak gehad om uit al die mooie liedjes die we vanavond gehoord hebben. Het was allemaal weer kwaliteit wat we gehoord hebben. Wat ik hoorde van iemand van de jury, Genep op zijn breedst. Nog een applaus voor de jury. Natuurlijk kunnen we niet van start gaan met de prijsuitreiking voordat alle deelnemers, niet alle deelnemers, maar van iedere groep, één afgevaardigde hier naar boven komt. Andere jaren waren er twee, maar aangezien het podium niet zo groot is, doen we dat dit jaar halveren. En ga er één persoon hier naar boven per groep die metgedaan heeft. De muziek zal dat denk ik een beetje ondersteunen met het bekende melodietje. Ja, je kunt zien dat ze dat van tevoren afgesproken hebben. Wij twee gaan vandaag naar boven. Dus we komen gewoon met z'n tweeën, of met z'n drieën, of met z'n vieren. Dan kunnen we zeggen, dan zie je de vorst, dan hebben we wat te vertellen. En je ziet wel, je hebt gewoon helemaal niks te vertellen. Maar toch mooi dat het podium vol staat. Ik geloof dat alle deelnemers het er zien. En degene die er niet is, die is te laat. Ik wil het woord geven aan André. Hij heeft van allerlei sterkpenningen bezig, dat zie je wel. En een buk en drogel onderuit. André zal het vonnis voltrekken en zal vertellen wie dat er dit jaar de winnende slager heeft gezongen hier op het slagerbal van het Bombakkers bij Hotel de Kroon. Het woord is aan André. Dank u wel, Theo. Ja, dat ik er zo lullig bij sta, dat is gewoon een kwestie van de kroon zelf. Gewet, daarachter is de artiestenfoyer. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij juryleden, wij zien er dit jaar niet slecht vanaf komen. We zien in de pauze daar eens rondgelopen en je ziet wat het allemaal heeft opgeleverd. En wat er in de tessen in de knip zit, dat zal ik ook niet verraaien. Maar dat is niet gering. Dus wat dat betreft weet ik niet hoe de uitslag dit jaar moet zien. Maar we hebben alles verscheurd en hier liggen, dus het blijft oncontroleerbaar. Wat dat betreft denk ik dat het misschien de beste is dat ik eerst mijn grijn maar eens een schooi teruggeven. En vervolgens dan maar eens heel officieel gooi beginnen. Knepje nog ergens dicht, André. Goed. Dankjewel, Theo, dames en heren. Laten we maar beginnen waar we eigenlijk deze avond mee moeten beginnen. En dat is om een geweldig applaus te vragen. Maar dan ook geweldig applaus voor de man die een hele avond al applaus voor anderen vrucht, behalve voor zichzelf. Dat is de man die vandaag voor de eerste keer optreedt. Voor Theo! MUZIEK
En dat we allemaal vinden dat hij het vanavond fantastisch gedaan heeft. En dat we hem nog heel lang in ons midden willen halen. En nog lang niet willen missen. Goed. Terug naar het juryrapport. Want bij iedere uitslag, daar weten jullie, heurt ook een klein juryrapport. En daar willen we dan nu bij beginnen. Al is het om de spanning erin te halen. Want ja, we hebben tijd zat. We liggen op het schema voor. Dus er is mij ook gevraagd om wat langzaam te praten. Zodat we er nou toch vol krijgen. En ja, de jury vroeg zich wel af, als het dan toch zo vlot gaat, waarom die van de Golden niet hebben met me gaan doen. Dus als dan Theo leed en Vars Theo, dan komt het volgend jaar nog een heel stel B. Beste mensen, onder toeziend oog, en Theo heeft dan gezet van mijn waardige voorganger Jos Muskes. Helemaal van Almelo gekomen, Jos, om te kijken hoe dat het nou gaat. We zien elkaar maar vroeg nog wel. En daar zullen we het nog over hebben. Maar laat ik één ding zeggen. De jury was van mening dat het niet alleen vanavond en een verrekte gezellige avond was. Het was ook nog een hele leerzame avond. En de jury die weet nou dingen die ze van tevoren nog nooit geweten had. Maar laten we maar eens beginnen zo, niet op volgorde, maar even zo voor de vuist weg. De oude garde die begon er al met dit te vertellen dat de geschiedenis leert dat alles wat wij opgraven hier in Genep te maken heeft met carnaval. En dat was voor ons een hele openbaring. En zeker toen we hoorden dat dat klooster daar bij dat gemeentekantoor, nee, gemeentekantoor wat nou weg is, daar had het ook behoorlijk in gegaan. En we kwamen tot de conclusie dat we nou kunnen voorstellen waarom het op het gemeentekantoor af en toe zo'n dolle boel is. Ja, en nou we het toch over het gemeentehuis hebben, de bolderkar die zong daarover, de toren van het gemeentehuis dat schijf. Nou, laten we eerlijk zijn mensen, wat kan ons het schelen of de toren schijf heeft, als die mensen die daar iemand te werken, het college van BMW en alle anderen, de rug maar recht houden. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is niet makkelijk, ik werk er nou een jaar en ik begin ook al een beetje schijf te lopen. Ja, al dat nee hier in Genep. De Loodstraat die begon er al over. En die had eens gezongen over het eerste beste winkelcentrum wat we hier in Genep hadden. Dat was van de Sewiet en het had niks met Klarenshof te maken. Maar nou we het daar toch over hebben. Weten jullie het verschil tussen de Klarenshof en het winkelcentrum Sewiet? Nee, dat weten jullie niet. Moet de maandag of dinsdag met de stuur van de Klarenshof gaan. Kijk hoe het daar gekomen. Ja, terug naar carnaval. En de mazenierzangers die zijn dan, laat alles maar staan. Dus vanaf vandaag, laat maar staan. Duurt niks met thuis. Viert carnaval, dat was een duidelijke boodschap. En samen met carnavales komen we zwaaien en zwieren. En kriegen we de kriebels in de buik. En wie die kriebels in de buik ook heeft, dat is Maat Keizers. Ja, want hij waagt zelfs op zijn leeftijd een heel jaar totdat hij kan chancen. En zelfs zijn hand trillen ervan. Ja, en als je gaat chancen, dan komt de uit bij Valsplaat met Frits Baasten. Onze Anton Heijboer van Genep, zullen we zo maar zeggen. Met zijn Genep's truleke. Ja, de jury vroeg zich wel af of het Frits is dan een beetje gefrustreerd is omdat hij hier de vrouw die niet kon krijgen en voor zijn eigen vrouw over de Maas naar Boksmeer was. En als je dan muur ziek van het chance iets gevonden hebt, dan is dat Nelleke met haar Sjerretelleke. Ik moet eerlijk zeggen, de jury had een goed zicht, dus die hebben dat belletje wel gezien. Laat daar ook maar echt geen misverstand over bestaan. En het is niet voor iemand uit Milsbeek en ook niet voor iemand uit het Ven. En voor niemand niet, maar misschien is het een denneke voor iemand van de brandweer. Want als je en van een brandweer gaat kussen, dan komt er wat tussen, heb ik gehoord. Ja, en als je dan zoiets ziet, dan had het
woordenboek van Gennep dan nog hele mooie woord van we kunnen praten over zuipen en andere dingen, maar ik heb in het woordenboek van het vocaal ensemble ook zaken zien staan die daar mooie baan sluiten en er zit nog hele mooie woord. Dus ik zou zeggen mensen, lees dat boek nog maar eens even der. En daar vinden dan nog heel wat zaken die ook met de liefde te maken hebben, want daar hadden we net even over. Tja, en zien we dan mee klaar met al dat gedoe met Nelleke en het Charretelleke, dan gaan we er aan de vatten met de ex-hoogheden. Want die hebben zeker een lange slokderm, dat is duidelijk. Ja. De jury betwijfelde wel of Rob Stevens een lange slokderm had. Maar ja Rob, tegenwoordig is het zo, we kunnen wat meer dingen langer laten maken, dus misschien ook een slokderm. Ja, en van het super, dat komt er op lappen. Ja, en dan weten we nou eindelijk waarom die deelnemers aan deze liedjesavond ook hun entree hebben moeten betalen. Want Toon, dan duurt het niet voor niks. En als dan alles voorbij is, ja, daar kijkt een haan van het vocaal heel tevreden rond. En dan ziet hij het slechte dak van de kerk van Ootersum. En als hij dat gezien hebt, dan hoort hij misschien het mooie lied van de Picardie Club over de harmonie. En dan wil ik het volgende van zeggen. Jullie weten toch wel dat mijnavond onze eigen harmonie speelt in de Schouwburg van Kuuk. En de volgende week, en dat is toch een heel belangrijke zaak voor een harmonie, op concours gaat. En ik denk mensen dat het verstandig is dat als je tiet hebt, dan gaat de mid met onze eigen harmonie op 26 november. Goed, genoeg gepraat. Het belangrijke moment is aangebroken. En dat is toch de eer van de voorzitter van de jury om dat te mogen doen. En we beginnen bij de presentatieprijs. De presentatieprijs is dit jaar gewonnen door de Loodstraat met het liedje van de Savvy. En dan gaan we verder. En we weten het ondertussen. We maken bekend plaats 3, 2 en 1. En het was voor de jury een hele moeilijke toer. Dat bleek ook wel om hier een hele duidelijke keuze in te maken. Maar zo is dat ieder jaar het geval. Zeker voor dat niveau wat we in Gennep hebben. De spanning. Nummer 3. Dit jaar, de Bolderkar. Ik denk dat Den Beker is zeker niet schijf te noemen. Dus Bolderkar zet hem mooi recht in al die kast, want je hebt er al meer staan. Nummer 2, de tweede prijs, nou heel lang beraad van de jury, is dat geworden. En ik ben benieuwd wat Gerry Gosch gaat doen, want het is de brandweer.
Ja, en ik wil van hieruit wel nog een keer tegen Gerry Gosse zeggen, een man een man, een woon een woord van Gerry, daar is geen misverstand over, hè. Goed, nummer 1, geraffel van de trommels. Ik kan het briefje nou wegdoen, want ik weet het niet meer in de kop. Dat is dit jaar, hetzelfde als vorig jaar, het is de Loodstraat. Titel prolongeert. We hebben dat al 2 keer gehad. Dit is dan een 3e keer. Daarbij heurt natuurlijk ook een wisselbeker. En dan zal Prins Toon overhandigen aan Suwit. Laten we de Suwit een beker geven. Werd al overgenomen door iemand anders. Ik wil in ieder geval André bedanken. Naar het winnend liedje van het Slagenbal wil ik alle mensen die hier vanavond meegeholpen hebben om een fantastische avond te maken en bedanken en daarvoor een applaus verwegen en een toespannen muziek.